Guido, kun je nog even toelichten, dat heeft bij mij ook lang geduurd, wat het proces is van de ontwikkeling van larven naar aal, naar palie. Want jij hebt het nu over larfjes, maar eigenlijk is het de doorbraak verkrijgen naar de groei naar glasaal. Nou, je kan eitjes produceren. Die eitjes, na een paar dagen komen er hele kleine larfjes uit. En in het begin eten die nog niet, dat duurt anderhalve week, hangt een beetje van de temperatuur af. En dan moeten ze gaan eten, maar de paling heeft een tussenfase. Voordat het glasaal is, heeft hij eigenlijk een vorm, een speciaal oceanische vorm. En dat is een wilgenbladvorm, dat noemen ze dus wilgenbladlarfjes. En je moet dus die larfjes zover krijgen dat het glasaal. Dat traject, dat is in principe te overbruggen, want er zijn diverse Japanse groepen die dat ook lukt. Dus je kan Japanse paling ook van larfje, dus die net uit het ei komt, tot glasaal krijgen. Maar je moet natuurlijk, daar gaan er nog heel veel van dood. En ja. Ze hebben nog niet de ideale condities en het ideale voer daarvoor. Maar de opstelling in het productieproces is dus dat we beginnen eigenlijk bij die larfjes. Die hebben we. En de uitdaging is om die, zeg maar, de groei door te laten maken naar glasaal. En als we dat hebben, ja, dan gaan we dromen. Want dan hebben we eigenlijk de doorbraak. Want dan is het een kwestie van laten groeien en dan hebben we het product binnen.